Aubergine met stip op één mijn lievelingsgroente. Sterker nog, ik heb deze standaard in huis. En deze moet je echt lekker klaarmaken. Dat geldt natuurlijk voor alles, maar bij aubergine is het allerbelangrijkste. Vandaag met gepofte tomaatjes en ijskoude yoghurt en een knapperig broodje. Lekker! De aubergine met gepofte tomaatjes gaan deze snacktomaatjes in de oven. En dat doe ik met allemaal lekkere specerijen. Ik heb hier knoflook, komijnzaad, gedroogde oregano. Dan ga ik 2 aubergines in blokjes snijden en bakken in de hete olie. Daar komt een lekker knapperige bruschetta bij. Die maak ik van ciabatta. Het sausje maak ik van Griekse yoghurt. En dan gaat er ook nog een bosje basilicum doorheen voor de extra smaak. Ik heb de oven voorverwarmd op 200 graden. En dan begin ik eigenlijk met de snacktomaatjes. Ovenschaal heb ik nodig. Dan gaan de snacktomaatjes in de ovenschaal. Smaakmakers, knoflook dus. Ik gebruik vandaag 3 tenen. Ik begin even met eentje. Even zijn jasje uittrekken. Knoflook voeg ik toe aan de snacktomaatjes. Dan ongeveer een theelepel komijnzaad. Komijn heeft natuurlijk een redelijk sterke smaak. Wat misschien wel een leuk weetje is, is dat de Romeinen vroeger dachten dat komijn zorgde voor een trouwe partner. Dus ze deden het in drankjes. Sjanne. Goed om te weten, toch? Oh, wat vriendelijk dat je mij ook aanspreekt daarom dan. Of Hans, ja. Oh, ja. Of Bas. Gelukkig. Denk daaraan. Gaat ook nog wat gedroogde oregano overheen. En ik vind het lekker om ook nog wat pit toe te voegen. Het recept is zo natuurlijk al helemaal prima, hè? Maar als je nog wat chilivlokken in huis hebt, dan kun je natuurlijk ook nog een beetje toevoegen. Niet te veel, want die zijn sterk van smaak. Een beetje olijfolie. En ook nog wat peper en zout. Nou, dit is natuurlijk al een smaakbom. En het lekkere van die tomaatjes is dat als je ze in de oven poft, dat ze dan nog zoeter worden. En dat zijn ze natuurlijk nu al. Maar stel je dus voor straks ijskoude yoghurt, een knapperig broodje, zoete tomaatjes, heerlijk gekarameliseerde aubergine. Topgerecht. Ik schep het even om, zodat elk tomaatje bedekt is met een laagje van specerijen en smaak. En dan gaan de tomaatjes 15 tot 20 minuten de oven in. Makkelijk, hè? Goed, dan het sausje. Dat maak ik van Griekse yoghurt. Die is natuurlijk altijd wat romiger en wat dikker. En heeft ook wel wat meer vet. En vet geeft natuurlijk ook smaak. Dan gaat de yoghurt in een kom. De yoghurt breng ik op smaak met een beetje peper en zout. En om hem net even dat beetje extra te geven, voeg ik ook nog een beetje citroenschil toe. Nou, deze moet je natuurlijk altijd even goed boenen. Dat ik nog steeds niet weet waar de warme en de koude kraan zit. Nee, maar serieus. Aflevering 586. Ik ga iemand laten komen. Oh. Ja. Misschien toch een keer een briefje ophangen. Ja, precies. Goed. Met verbrande handen rasp ik de citroen. En dat is gewoon even een lekker extraatje. Limoen kan ook gewoon. En zonder is ook helemaal prima. Maar het geeft ook een leuk kleuraccentje en gewoon die lekkere, frisse smaak van citroenschil. Deze gebruik ik zo meteen ook nog, dus die hou ik even apart. Dit hele goedje roer ik door. En zet ik in de koelkast, want het idee is eigenlijk om zo meteen dus loeihete tomaatjes met loeihete gekarameliseerde aubergine, een knapperig broodje en een ijskoud yoghurtsausje te eten. Denk een beetje aan appeltaart met koud vanilleijs. Dus warme appeltaart, bolletje, ijskoud ijs. Dat is gewoon een hele lekkere combi. Dus deze gaat tot het serveren in de koelkast. En dan aubergine. Ik had het er net al even kort over. Een van mijn favoriete groenten. Tip 1. Hitte. Dus zet de pan lekker goed hoog. Tip 2. Veel vet. Je kunt natuurlijk gewoon 2 eetlepels olijfolie toevoegen. Dat werkt prima. En dan heb je natuurlijk ook wat minder vet in je eten. Dus als je daarmee bezig bent of calorieën telt, dan moet je dat natuurlijk vooral doen. Maar ik vind zelf wel dat als je aubergine bakt, dat je dat in een flinke laag olijfolie moet doen. Het is net niet frituren. Zo moet je het eigenlijk zien. Kijk, vet geeft natuurlijk gewoon smaak. Dat is hetzelfde bij de yoghurt. En dat geldt natuurlijk ook bij de olie. En aubergine neemt ook ontzettend veel vet op. Die zuigt zich helemaal vol. Dus als je een beetje extra vet toevoegt, ja, dan bak je hem gewoon mooier bruin. 2 aubergines. En die snij ik in blokjes. Gewoon in dobbelstenen. Heel praktisch, maar bewaar je een aubergine wel of niet koud? Een beetje op een koele, donkere plaats. Ja. Dus niet in de koelkast, want daar is het natuurlijk echt heel koud. En aubergine kan vrij slecht tegen koude temperaturen. Dus in een voorraadkast of zo, dat zou eigenlijk de beste plek zijn. En je moet aubergine ook nooit rauw eten. Want er zitten stofjes in waar je last van je maag en je darmen krijgt. En de volgende hele belangrijke vraag bij aubergine is: too salt or not too salt? Je ziet vaak in recepten staan dat je aubergine van tevoren moet zouten. Dus dat je hem eventjes moet neerleggen en dan een flinke laag zout erop moet strooien. Een uurtje moet laten liggen, zodat het vocht onttrokken wordt. Nou, dat van dat vocht, dat is ook fijn als je dat doet. Want dat zorgt ervoor dat hij ook weer meer smaak heeft, die aubergine. Minder vocht is gewoon meer smaak. Maar de reden dat men dat vroeger eigenlijk deed, is omdat aubergines altijd erg bitter van smaak waren. En om dat bittere smaakje er een beetje vanaf te halen, werd er flink wat zout op gedaan. Dus ja, het heeft zin. Nee, het is niet noodzakelijk. Dat is eigenlijk het antwoord. De aubergine gaat in de hete olie. En dan is het eigenlijk zaak dat elk blokje aubergine helemaal rondom mooi bruin gebakken is. Want eerlijk is eerlijk. Bleke, harde stukjes aubergine die nauwelijks gebakken zijn, daar gruwel ik ook van. Aubergine heeft gewoon liefde en tijd en aandacht nodig. En dat is natuurlijk met elk ingrediënt, maar bij aubergine is het misschien wel nog belangrijker. Dus neem hier gewoon echt even je rust voor. Nu hebben we gewoon de basic aubergine gebruikt. Maar je hebt natuurlijk allerlei verschillende soorten aubergine. Ik heb er hier eentje liggen. Die mooie graffiti aubergine. Aan de binnenkant is hij precies hetzelfde, maar hij ziet er natuurlijk wel heel erg mooi uit. Je hebt ook nog de Japanse aubergine, de nazu. Die is vrij vol en zacht van smaak. Hij heeft ook nog een klein broertje, de konazu. Op mijn beste Japans. En die is wat kruidiger van smaak. Ze noemen hem de baby aubergine. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog die mooie ronde aubergines. Die zie je in Italië ook wel. Dus varieer daarmee. Als je ze kunt vinden, neem ze mee. Kijk, je ziet het, hè? Kijk even mee. Geen druppel olie meer in de pan. Die zit nu natuurlijk allemaal in die aubergine. Wat je kunt doen, je kunt hem natuurlijk altijd eventjes laten uitlekken op een stukje keukenpapier. Dan neemt hij het overtollige vet op. Dus dat is altijd nog een optie. Als je denkt van ik heb toch wel erg veel olie toegevoegd. Maar ik maal er niet om. De aubergine die laat ik even rondom goed aanbakken. En pas als hij echt goed aangebakken is, voeg ik nog 1 teentje fijn gesneden knoflook toe. Maar ondertussen kun je nog even meekijken. Want stel je hebt nog zo'n emmertje snacktomaatjes, dan wil je daar misschien wel een lekkere quiche mee maken. Kijk even mee. Kijk eens even, die aubergine die heeft dus een heel mooi bruin laagje gekregen. En dat is wat aubergine lekker maakt. Nou ga ik hem nog lekkerder maken door ook nog wat knoflook toe te voegen. Gewoon weer 1 teentje. Deze voeg je natuurlijk laat toe, want anders verbrandt die knoflook en die maakt het ook weer bitter. En dat wil je niet. Deze bak ik even mee. En om hem nog extra te karamelliseren kun je, mocht je het in huis hebben, een klein beetje bruine suiker toevoegen. Dat geeft natuurlijk een heel klein beetje zoet accent. Het is echt maar een halve theelepel, hè? Dus het geeft niet echt een enorme zoete smaak, maar het zorgt er wel voor dat hij nog mooier karamelliseert. Dan gaat er ook nog een klein beetje peper en zout bij. En de tegenhanger van dat zoete is ook een klein beetje zuur. Nou heb ik hier nog een citroentje liggen. Dus je zou eventueel ook nog een klein beetje citroensap eroverheen kunnen doen. Nou, dan is die aubergine toch lekker. Oeh. Dit laat ik nog even zo rustig doorbakken. Nou denk ik dat inmiddels de tomaatjes gepoft zijn. Even kijken. Want je wil dat ze wel nog heel zijn. Het moet geen saus worden. Ja, kijk. Velletjes geknapt. Je ziet dat ze gepoft zijn. Maar ze zijn wel nog heel. Dat ziet er zo meteen namelijk mooi uit als je het bordje gaat opmaken. Oké, aubergine klaar, tomaatjes klaar. Ik wil ook nog knapperige broodjes erbij. Nou heb ik hier ciabatta. Ciabatta die ga ik grillen in de grillpan. Dus ik snijd deze even in plakken. Over de lengte. Ciabatta is een broodsoort die best wel veel vocht bevat. Als het deeg gemaakt wordt, wordt er dus wat extra water aan toegevoegd. En als dat dan gaat bakken in de oven, dan ontsnapt dat vocht. En dan komen er dus die mooie grote luchtbellen in. Dus het is lekker luchtig, dat brood. Altijd een beetje voorzichtig snijden bij die afbakbroden. Vooral als je van die lange plakken wilt snijden. Hier gaat een klein beetje olijfolie overheen. Even aan beide kanten. En dan gaan ze zo de grillpan in. Oh, pas net. Gelukkig. Nou, en deze grill je natuurlijk totdat er mooi rondom een grillstreepje staat. Ik proef nog even de aubergine, te kijken of hij goed op smaak is. Dan voeg ik aan de aubergine ook nog wat basilicum toe. Gewoon even grof snijden met het mes er doorheen. Alleen de blaadjes, de steeltjes gebruik ik vandaag niet. En dit voeg je natuurlijk op het laatste moment toe. Want dan geeft die basilicum de meeste smaak af. Als je dat te snel doet, dan verdwijnt de smaak eigenlijk als het ware. En je wil echt die zoete, kruidige smaak van de basilicum hebben. Nou, even spieken bij het brood of dat hard gaat. Jazeker, ik keer ze om. Nou, die moet nog even blijven liggen. Oké, alles staat hier klaar. Ik ga jullie vast vertellen wat je morgen kunt zien bij Wat Eten We. Namelijk sushi rijst met sugar snaps en sticky speklapjes. Ja, dat klinkt altijd lekker. Sticky speklapjes. Dus het is een heerlijke kom met sushi rijst, zoetzure wortel, groene sugar snaps en dus lekkere sticky speklapjes. Een lekker recept op herhaling dus. Nu deze. Eerst de yoghurt, die staat nog in de koelkast. Want dan is hij lekker koud. Ik begin met onderop een goede schep van de gebakken aubergine. En als je het aan mij vraagt, kun je voor dit recept prima 4 aubergine gebruiken. Gewoon lekker 1 per persoon. Ja, ik word gewoon heel gelukkig van aubergine, dus hoe meer, hoe beter. Hier gaat dan bovenop dus een klodder van de ijskoude Griekse yoghurt. Een paar tomaatjes erbij. En ja, tomaatjes, maar ook vooral die heerlijke olie die nog in de ovenschaal zit. Daar zitten natuurlijk die komijn, die oregano, een beetje zout, een beetje peper, knoflook. Super veel smaak. Kijk, deze olie, daar gaat het om. Een paar blaadjes basilicum voor de kleur, voor de smaak. En als laatste de bruschetta's. Die zijn nu mooi knapperig gebakken. Ze zijn nog warm in de pan. Dus ik schraap er even een half teentje knoflook overheen. Gewoon lichtjes. Dat hij nog net eventjes een beetje een lichte knoflooksmaak krijgt. Wat altijd erg lekker is, is nog een beetje grof zeezout. Dan leg je deze erbij. Dan pak je een lepel en dan neem je een hapje van de heerlijke gebakken aubergine met superveel smaak. De ijskoude yoghurt, de gepofte tomaatjes, knapperig broodje erbij. Ik zeg...